jammer. Dames en heren, als u denkt dat u vanmiddag hier bent alleen voor de opening van het museum, dan heeft u het mis. Want we hebben namelijk ook nog een feestje. Een feestje omdat de Harmonievereniging Oosterhout 10 jaar bestaat. Maar ook een feestje omdat Harmonievereniging Oosterhout voor de 10e keer hier bij de opening van het museum speelt. Dat vind ik geweldig en het mag best een applaus voor de Harmonievereniging. Maar, dames en heren, een feestje, daar hoort een cadeautje bij. En nou zijn wij allemaal aan het denken geweest, wat moeten we doen voor een cadeautje? Een bloemetje voor de dirigent? Nee, die krijgt er zo vaak een bloemetje. We willen een cadeautje hebben voor de hele harmonie. En ik wil dan ook symbolisch aan Ad een cadeautje aanbieden. En ik hoop Ad. Ik vergeet even iets te zeggen, dames en heren. Het is namelijk zo, een bevriende dirigent hier aanwezig, die heeft tijdens een nieuwjaarsconcert wel eens gezegd, zonder drank geen muzikant. En toen viel het kwartje wat wij moesten doen. Ja? Dus Ad, ik heb hier een flesje, pak het even uit zou ik vragen, want het is een bijzonder flesje. Kijk even goed naar het etiket. Daar staat namelijk de foto van de harmonie op. En als herinnering en dank dat ze steeds bij ons museum gespeeld hebben. Wij hebben dus, dames en heren, een flesje voor alle muzikanten.
Dus als u straks naar huis gaat, krijgt u allemaal zo'n fles mee. Maar ik heb één dringend verzoek aan de ouders van de minderjarige muzikanten. Zouden die onmiddellijk bij thuiskomst de inhoud van de fles willen verwisselen door cola? Ja? Gefeliciteerd met het bereikte resultaat. Dank u wel. Dames en heren, we hebben dat natuurlijk 10 jaar met veel plezier gedaan. En we hebben altijd heel mooi weer, want we brengen van tevoren altijd een paar worsten naar Clara in Molenschop van de Meerse Dreef. En vandaar dat mooie weer. Dames en heren, bedankt. En we hebben dat heel graag gedaan. Muzikanten, bedankt, want zonder jullie kan ik zwaaien wat ik wil, maar komt er ook niks uit. Dank je wel.